Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De weerkaart van vanochtend laat het al zien. Een stralend zonnige ochtend krijgen we. Helaas waait er nog wel een stevige oostenwind, windkracht 4 à 5. Die maakt het voor het gevoel nog wat frisjes. Maar de zon laat de temperatuur natuurlijk oplopen. Dus vanmiddag hebben we heerlijke temperaturen. 14 graden in het noorden en 16 tot 18 graden in het midden en zuiden van het land. In het zuiden neemt de bewolking geleidelijk wel toe. En daar kan misschien nog een bui gaan vallen in de namiddag of in de avonduren. Morgen breiden die wolken en buien zich verder over het land uit. Vooral in het midden en zuiden moeten we dan rekening houden met een enkele bui, misschien ook met een klap onweer. Maar in het noorden zit je goed, daar blijft het droog en daar overheerst de zon. Temperaturen zijn morgen vergelijkbaar met vandaag, alleen in het noorden wordt het duidelijk warmer, van 14 naar 18 graden. Echt mooi weer wordt het vanaf donderdag. We krijgen een paar stralend zonnige lentedagen. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag volop zon dus. Daarbij hoge temperaturen ook. Vrijdag en zaterdag 20 tot 22 à 23 graden. Maak je plannen voor tweede paasdag. Houd dan rekening met de kans op een bui. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.